Nu lezen we samen de tekst. 1, 2, 3. Mevrouw Dunbeen. Mevrouw Dunbeen koud op een wortel. Ze moet steeds denken aan meneer Dick Hij heeft van die mooie volle wangen. Zijn lieve, kleine oogjes glimmen. En zijn buik is dik en zacht als een kussen. Mevrouw Dunbeen vindt meneer Dikzak ook best lekker. Ze zou wel in hem willen bijten. Ja, mevrouw Dunbeen is verliefd. Was ik maar dikker, denkt ze dan zou hij wel met me willen trouwen maar weet je wat ik ga alleen nog heel veel lekkers eten geen wortels maar frieten met kladder saus ze eet en eet en wordt dikker en dikker. Vier maanden later is ze zo rond als een ton. Buiten gaat ze op meneer dikzak staan wachten. Daar komt hij aan. Opeens staan ze voor elkaars neus. Wil je met me trouwen? vragen ze gauw. Maar dan vallen hun monden open. Meneer Dick is veel slanker geworden. En mevrouw Dunbeen juist veel dikker. Tientellen weten ze niet wat ze moeten zeggen. Dan beginnen ze alle. Bij te lachen. U bent meneer been geworden, lacht zij. En u, mevrouw, dikzak, grinnikt hij. Zullen we dan toch maar trouwen? Ze willen allebei niks liever, en dus geven ze elkaar een dikke knuffel.